En dat rijkere West-Europa betekent voor nogal wat Bulgaren de stad Gent. 10.000 tot 20.000 Bulgaren wonen daar. De schattingen lopen nogal uiteen. Jan Baljouw ging met zijn ervaringen uit Bulgarije in het achterhoofd kijken in Gent. Aytin Mehmedova geeft les over België aan 14 Bulgaren die wonen in Gent en hier ook werken. De Bulgaarse aanwezigheid in Gent is de voorbije 5 jaar explosief gegroeid. Wat trekt Bulgaar specifiek in Gent aan? Omdat er veel Bulgaren ook hier wonen. Er zijn meestal kennissen die bij die komen en daarna blijven ze. Veel Bulgaren wonen hier in de buurt van de Wondergenstraat. Onder hen veel Roma, zoals Martin, die een koffiehuis uitbaat. Roma bezorgen de Bulgaarse gemeenschap soms een slechte naam, maar dat is ten onrechte, zegt Martin. Ik zeg niet dat er geen Belgen zijn, maar er zijn ook slechte Belgen. Er zijn wel een aantal families en die zijn dan meestal ook van de etnische groep Roma, waar we wel soms sociale spanning mee hebben. Maar in onze stad is dat eigenlijk te concentreren rond een 15-tal grote families die we ook kennen en weten waar ze wonen. Veselina Boerova is de enige advocaat van Bulgaarse afkomst in België en heeft ook veel Bulgaarse klanten. Ze denkt niet dat de openstelling van de arbeidsmarkt veel nieuwe Bulgaren zal aantrekken. Nu gaat het gewoon heel gemakkelijker zijn om ergens als arbeider te werken en bijvoorbeeld met zonder arbeidskaart. En dan gaan die mensen zich gewoon legaliseren of uit de illegaliteit treden en zich inschrijven. Dus ik denk dat die mensen die hier zijn, dat er geen bijkomende zullen komen. Ook burgemeester Termont denkt dat de openstelling van de arbeidsmarkt positieve gevolgen kan hebben. Ik denk dat voornamelijk het vrijmaken van de arbeidsmarkt positieve gevolgen zal hebben. Dat zou betekenen dat er heel veel mensen die nu ondergedoken leven in deze stad naar boven zullen komen, zich laten registreren.